Het ministerie van Openbare Werken maakt een herstart van de grote infrastructurele projecten die zijn stopgezet. Minister Riyad Noor Mohammed heeft in dit kader gesprekken gevoerd met de ondernemers om de achterstallige betalingen, die intussen zijn opgelopen tot in de miljoenen, te herschikken. Met China Harbor Engineering Company is gesproken over het baggerproject dat van zeer groot economisch belang is voor Suriname. Met name de productiesector zal er profijt van hebben. Volgens minister Noor Mohammed doet het ministerie er alles aan om het baggerproject spoedig te hervatten. Het baggerproject, LR Groep, studentenhuisvesting en de 350.000 woningen. We hebben de afgelopen twee dagen terug de officiële reactie gehad na lang onderhandelen van de baggeraar van China. U weet, in het parlement had hij gezegd de schuld, de startpositie waarmee ze willen starten, was 35 miljoen US dollar. We hebben onderhandeld, die 35 miljoen is 3 miljoen dollar geworden. Dat zit nu op tafel. Morgenochtend hak ik de knoop door. Het zal een go of no go project worden. Ik ben heel duidelijk. Ook met de LR Groep Suriname zijn er gesprekken gevoerd. Deze ondernemer was belast met de bouw van studentenflats op het universiteitscomplex. Dit project moest ook stopgezet worden vanwege het niet nakomen van financiële verplichtingen. LR Groep, studentenhuisvesting, ben zelf gaan kijken. Heel leuk project, heel belangrijk dat studenten woningen hebben. Ook twee dagen terug heeft de LR Groep zijn finale reactie gestuurd over de schuld, dat ze betaald moeten worden. Dus we gaan een beslissing nemen over het project. Het zal een go-no-go zijn, kan ik je ook gelijk zeggen. Over het woningbouwproject in Tourtonne 6, waar 350 sleutelklare woningen afgebouwd moeten worden, is er ook onderhandeld. Het uitvoeren van dit project is volgens minister Noor Mohammed belangrijk, gezien de woningnood die er heerst. En dan die 350.000 woningen is één van de woningnoodprojecten. Je weet, er zijn heel veel. Die waren in het verleden door meneer Hoefdraad met de Postsparbank in Vromroesani. Toch? We gaan alles bekijken. Het is zo'n waslijst aan verkavelingsprojecten. Ja, het zijn een aantal die de overheid had genomen. Ik ga alles onderzoeken. Maar ik ga eerst zorgen dat mensen kunnen wonen. Ik ga eerst zorgen dat we kunnen verkavelen. Dat we door kunnen gaan. Ik ga eerst zorgen dat mensen woningen kunnen bouwen. En dan kom ik met het gerechtelijk onderzoek.